Les 153 Toepassingen 1. Winst of verlies. Ibram en Elias kochten een reeks van 500 gadgets om verder te verkopen ten voordele van de deelnemers aan het jeugdkamp. Ze kochten de gadgets in voor 2,50 euro per stuk. Zeventiende ervan verkochten ze met 1,20 euro winst per exemplaar. De overige gadgets gingen van de hand voor een totaal van 315 euro. Maakten ze winst of verlies? En hoeveel was de winst of verlies? Eerst en vooral gaan we de inkoopprijs moeten berekenen. Hoeveel hebben ze betaald voor die 500 gadgets? Ze kochten er dus 500 aan voor 2,50 euro per stuk. Dus we gaan even 500 vermenigvuldigen met 2,50 euro. En dan weten we al wat de inkoopprijs gaat zijn. Oké, okay, reken dit even uit met die zakrekenmachientje. Zet het filmpje op pauze. Klaar. 500 maal 2,50 euro. Hier komt uit op een totaal van 1250 euro. Goed. Zeventiende van die gadgets verkochten ze met 1,20 euro winst per exemplaar. We gaan eens even kijken. Zeventiende. ...van het aantal gadgets... ...van onze 500 gadgets is... ...500 gedeeld door 10 is al 50... maal 7... ...dan komen we uit op... ...juist ja... ...350. 350 gadgets... ...verkochten ze met... ...1,20 euro winst. Dus verkoopprijs... ...350 gadgets... ...ja... Verkopen ze met 1,20 euro winst. Dat betekent ze hebben het al gekocht voor 2,50 euro. En ze willen nog 1,20 euro winst maken. Dus voor hoeveel gaan ze het dan verkopen? 2,50 willen ze terugverdienen. 1,20 winst. Als we dat sametellen Plus 1,20 euro. Dan komen we uit op 3,70 euro. Dus, oei, 3,70 euro. Die 350 gadgets verkopen ze voor 3,70 euro per stuk. Dus dat betekent dat ik nog eventjes ga moeten bekijken. Ik ga dat erachter schrijven. Zo. Hoeveel die 350 gadgets nu in totaal hebben gekocht. Dus 350 gadgets maal 3,70 euro. Reken het even uit. Juist, dan komen we uit op 1295 euro. De overige gadgets verkopen ze voor een totaal van 315 euro. Ja, dat is alles. Hun inkoopprijs, hun winst, ze verkopen gewoon die voor een totaal van 315 euro. Nu wil ik nog weten natuurlijk wat is nu de totale verkoopprijs geweest van al die gadgets. Ja, dus het, de zeventiende van de gadgets verkochten ze voor 1295 euro. De rest verkochten ze voor 315 euro. Tel dat even bij elkaar op. Juist, dan kom je uit op 1610 euro. Nu moeten we even goed nadenken. De inkoopprijs was 1250 euro. De verkoopprijs is 1610 euro. Hebben ze dus volgens jou winst of verlies gemaakt? Wanneer maak je winst als de verkoopprijs hoger is dan de inkoopprijs? Wanneer maak je verlies als de verkoopprijs lager is dan de inkoopprijs? Wat is het dus? Inderdaad, ze hebben winst gemaakt. We moeten nog berekenen hoeveel winst. De winst gaat dus zijn. 1610, dat is de verkoopprijs. We trekken daar even de inkoopprijs van af. En wat blijft er nog over? Hoeveel hebben ze nu uiteindelijk verdiend? Dat is 360 euro. En dit wordt ook je antwoord. Voilà, en dan zijn we klaar met het vraagstukje. Goed, 2. Korting. Reisbureau Ambiorix organiseert weekenduitstappen voor families naar Engeland. De prijs per persoon is 140 euro. Voor de derde en vierde persoon geeft men een korting van 15 euro per persoon. Reisbureau Columbus biedt hetzelfde weekend aan voor dezelfde prijs. De kortingen zijn wel anders. De derde persoon betaalt 125 euro en de vierde persoon betaalt 120 euro. De familie van Molle wil nu met vier personen aan zo'n weekend deelnemen. Bij welk bureau betalen ze nu het minste voor die reis? En hoeveel zullen ze betalen voor vier personen? We beginnen met de prijs van reisbureau Ambiorex. Voor de derde en de vierde persoon geeft men dus een korting van 15% per persoon. We gaan even uitrekenen hoeveel die personen dan nog moeten betalen. 15% van 140 euro. We zetten 15% op een uh, preuk, dat wordt 1500ste, van 140 euro. Reken het even uit. Dat mag met het zakrekenmachientje. Of je kan de brug ook kleiner maken. Deel 140 door 100 en vermenigvuldig met 15. Doe dat nu. En dan komen we uit op 21 euro. Maar dat is de korting voor de derde en de vierde persoon. Dus we moeten die korting nog van onze prijs aftrekken. 140 euro min 21 euro. En dan blijft er nog. 119 euro over. Hoeveel betalen ze dus nu in totaal? Ja, persoon 1 betaalt 140 euro. Persoon 2 betaalt ook 140 euro. Maar persoon 3 betaalt maar 119 euro. En persoon 4 betaalt ook maar 119 euro. Ja, want die korting is vanaf persoon 3 en 4. Tel het even met elkaar op. En dan gaan we al verder naar reisbureau Columbus. Bij reisbureau Columbus betaalt men ook 140 euro per persoon, maar de derde persoon betaalt maar 125 euro en de vierde persoon 120 euro. Dus persoon 1 betaalt bij Columbus 140 euro, persoon 2 betaalt ook 140 euro, persoon 3 betaalt 125 euro en persoon 4 betaalt 120 euro. Tel ook deze op, en dan weten we bij welk bureau kan de familie van Molle het beste in reis boeken. Reken het even uit. Zodat dadelijk we de oplossing laten zien, goed. De totaalprijs van Reisbureau Ambiorex. Jullie komen hier normaal gezien uit op 518 euro. Bij reisbureau Columbus komen jullie normaal gezien uit op 525 euro. Nu is het gemakkelijk. Bij welk reisbureau zou jij je reis boeken? Ik zou mijn toch in ieder geval bij reisbureau Ambiorix boeken hoor. Dus je antwoord gaat zijn: de familie betaalt het minste bij Ambiorix. Oei. En dan gaat het zijn: ze betalen er 518 euro. 3. Kapitaal en interest. Martijn plaatst 215 euro op een spaarrekening tegen een rentevoet van 3,75%. Dat krijgt hij elk jaar. Hij krijgt ook nog een getrouwheidspremie van 0,50%. Hoeveel betaalt de bankinstelling hem aan kapitaal en interest na 1 jaar? Eerst en vooral gaan we berekenen hoeveel euro hij krijgt van de bank extra. Ja? Hij krijgt dus een rentevoet van 3,75%. En hij krijgt nog elk jaar een getrouwheidspremie van 0,50%. Rekenen we dus even uit. Hoeveel procent krijgt hij dus in totaal? Ja, inderdaad. 4,25%. Nu ga ik eventjes uitrekenen hoeveel euro dat nu is. 4,25% krijgt hij op het geld dat hij spaart. Of dat hij naar de bank brengt. Dus op 215 euro. 4,25% zetten we weer op een breuk. 4,25 honderdste van 215 euro. Deel dit met je zakrekenmachientje dus door 100 en vermenigvuldig met 4,25. Wat komen jullie uit? Inderdaad. 9,1375 euro. Afgerond wordt dat dus 9,14 euro. Want euro's of um, geld ronden we altijd af tot twee cijfers na de komma. Goed, nu vragen ze niet hoeveel euro-interest krijgt hij na een jaar, maar hoeveel geeft de bank hem als kapitaal en interest na één jaar. Dus zijn eigen kapitaal moeten we er nog bij rekenen. Hij bracht al 215 euro naar de bank. Hij krijgt van de bank 9,14 euro na 1 jaar. Hoeveel krijgt hij dus na 1 jaar? Inderdaad, 224,14 euro. En dit wordt ook je antwoord. De bank betaalt hem na 1 jaar 224,14 euro. Bekijk voor vraagje 4 en 5 even filmpje B.